Amani Verwey, meer bekend als Adika, zal binnenkort naar Nederland afreizen voor verdere studie. Adika zal een HBO-dansopleiding volgen aan de Lucia Martas Institute for Performing Arts. De artieste zei vanmorgen op een persconferentie dat er veel commentaar is geleverd op haar vertrek, zowel positief als negatief. Zij organiseert daarom een vaarwelconcert om de samenleving en haar fans te bedanken voor alle ondersteuning. Ik doe dit omdat ik voorgoed ga vertrekken naar Nederland. Ik ben onlangs geslaagd van het lyceum en ik ga dus verder studeren aan het Lucia Martas Performing Arts. Dat is dus een dansacademie in Nederland. Iemand zei, probeerde het duidelijker te maken voor de mensen van als ze werd aangenomen bij een voetbalclub, dan zou het zijn Ajax. Dus daarmee kan je het een beetje vergelijken, die school. Het is een van de beste scholen in Nederland en ik... Ik wil niet gewoon op een normale manier gaan, maar ik wil ook laten zien dat we wel echt iets geweldigs kunnen neerzetten. Ik wilde dit altijd doen, maar de vrees was er een beetje dat ik misschien geen support zou krijgen. Maar zoals jullie dat zien, heb ik de volledige support van Fernandez en van McDonald's en natuurlijk ook Lustig Events. Dus het moet allemaal een geweldig concert gaan worden. Mensen vragen zich af, is het nou een clubfeestje? Is het... Nee, het is geen clubfeestje. Het is gewoon kindvriendelijk, het is tienervriendelijk, het is volwassenvriendelijk. Ieder is van harte uitgenodigd om dus dit concert mee te maken. Het wordt met een live band, met genoeg danseressen. Ik wil niet te veel prijs geven, maar het wordt wel echt een topconcert. En we gaan een beetje geschiedenis schrijven. Aida Sloten, vertegenwoordiger van Fernandez, die medesponsor is van het concert, zegt dat het bedrijf Adika ondersteunt omdat zij een voorbeeldfiguur is voor de jeugd van Suriname. Als het gaat om ambities, als het gaat om het hebben van ambities en het waarmaken van je dromen. Adika gaat Suriname verlaten, althans voorlopig. Misschien komt ze terug, dat weet ik niet. En we hebben door de jaren heen goed met Adika samengewerkt bij verschillende evenementen en verschillende campagnes. En we zijn daarom ook heel erg trots op wat Adika heeft bereikt en het feit dat haar carrière op deze manier verder geprofessionaliseerd wordt. Dus daarom ondersteunen we dit event. We zullen dan ook volledig zorgen voor de voeding en drank op het concert op 28 juli. Dus daar kunt u sowieso op rekenen. En wat gaat McDonald's doen? Goedemiddag iedereen, ook welkom vanuit McDonald's. McDonald's gaat ook zorgen voor eten op het evenement. De bezoekers van het evenement kunnen hun bestelling plaatsen bij ons en er zal dan levering op locatie plaatsvinden. Dat is alvast een voorproefje van onze delivery service die binnenkort van start zal gaan. Dus daarvoor vraag ik jullie dan op de social media kanalen te volgen. Nerissa Goedhart en daarvoor Aida Sloten, respectievelijk vertegenwoordigers van McDonald's en Fernandez. Zij spraken vanmorgen op de persconferentie over het vaarwelconcert van Adika. De bekende artieste vertrekt binnenkort voorgoed naar Nederland voor verdere studie. Het vaarwelconcert is op 28 juli en wordt in de Royal Palm Event Venue aan de Rooseveltkade gehouden.